Lotte. Ja. In de trein op weg naar? Naar Sneek. En naar mijn stage. Ik loop sinds 3 weken stage op een naschoolse dagbehandeling voor kinderen met een lichtverstandelijke beperking. Daar doe je waarschijnlijk dan ook een opleiding in? Ja, dat klopt. Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening en ik zit nu in het derde jaar. Ja. Stage lopen, 3 weken. Hoe is het tot nu toe bevallen? Nou, tot nu toe bevalt het heel erg goed. Ik heb veel affiniteit met de doelgroep en ik heb het erg naar mijn zin. De kinderen vinden me leuk, dus ja, gaat heel goed. Ik heb het erg naar mijn zin. Ja, dat vraag ik wel vaker bij opleidingen. Hè? Waarom heb je echt die maatschappelijke kant gezocht? Mijn moeder die werkt op een medisch kinderdagverblijf en dat vond ik altijd al heel interessant. En zo heb ik ook op een gegeven moment besloten van, nou die kant wil ik ook op. En daar is uiteindelijk maatschappelijk werk en dienstverlening uitgekomen. Ja. Hey, het zoeken van een stageplaats, dat levert toch wel eens wat moeilijkheden op. Hoe ging dat bij jou? Nou, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Ik had hier een sollicitatie naartoe gestuurd. Ik mocht op gesprek komen en ik was aangenomen. Dus ik heb daar niet heel veel moeite bij ervaren. Ja. Ja, ben ik natuurlijk ook heel benieuwd, waar bestaat zo'n stage dan? Wat doe je dan op zo'n stage dag? Nou, dit is een dagbehandeling, naschoolse dagbehandeling. Dus ik kom op een groep terecht en op de groep werk je aan de kinderen hun werkpunten en aan hun leerdoelen. En die worden aan het eind van de dag besproken. En tussen de bedrijven door met opdrachten die we doen, zijn we aan het werk om de kinderen levenslessen en hun werkpunten bij te brengen. Ja, want het is voor jou natuurlijk ook leren. En maak je voor jezelf dan ook een plan voor de dag? Nee, hier doe ik dat niet. Omdat de dag gewoon loopt zoals hij loopt. En het is vaak ook, we zitten met 9 kinderen op een groep. Dus het is ook ingrijpen in situaties die gebeuren. Nou, als er een ruzie uitbarst, dan nou, kun je vragen hoe is dit nou gegaan en hoe kan het de volgende keer anders. Ja. Hoe lang moet je nog stage lopen? Ik moet nog 1 jaar. Ik ben dus net begonnen, dus ik moet tot februari volgend jaar. En dan moet ik nog 1 jaar afstuderen en dan ben ik klaar. Is dat wel prettig om een jaar lang bij één en hetzelfde instelling, bedrijf, hoe je het ook noemen wil, om daar stage te lopen? Nou, wat je vaak hoort is dat je na 1/2 jaar eindelijk de routine een beetje kent en een beetje ingewerkt bent. En dan kun je nog 1/2 jaar aan de gang om echt ook collega te worden, zeg maar. Dus ik vind het een hele prettige manier. Het is wel zo dat je als stagiair helemaal ook opgenomen wordt in het team? Ja, dat merk ik wel. Ik hoor er nu al helemaal bij.